dit is groep 7 van de Blijvliet. Ze zien er een beetje raar uit, toch? Weet je hoe dat komt? Het begon allemaal 2 weken geleden. Alsjeblieft, de beurt van me. Niks af, man. Want jij moet ook werken voor je brood. Ik denk dat je moet je geld ervoor krijgen, dus ik hou het. Hij moet ook toch eten? Hé, hey, ik geef je nog maar 1 waarschuwing. Dit is de laatste waarschuwing die ik je geef. Ik heb geen zin om vrouwen te slaan. Dit zijn mijn zaken, dus ik regel het met mijn zoon. Sorry. Hier, deel dit uit op school. Als je kinderen dat willen, deel het uit op school. Dan mag je brood weer houden. Wat zijn dit dan voor snoepjes? Relax. Maak je maar niet druk. Het zijn maar snoepjes. Je hoeft de snoepjes echt niet uit te delen, hoor. Als je nog 1 keer bemoeit met mijn zaken, ga je. Sorry. Eet, wil je wat snoepjes? Ja, natuurlijk, lekker. Wat voor snoepjes zijn dat? Gewoon de snoepjes. Hé, wil je ook snoepjes? Is goed. Ja. Hey, hoe komen jullie aan de snoepjes? Van Arsha. Toen de kinderen de snoepjes op hadden, ging ze heel raar doen. Teddybeer, hoe gaat het met je? Zit je hier ook op school? Ik heb je nog nooit gezien. Twee uur later waren de kinderen ineens heel moe in de klas. Oké, jongens, even opletten. Wat was het doel van de rekenles van gisteren? Oplet nou, wakker worden! Richere, wat is aan de hand? Altijd let je zo goed op. Ik voel me echt slecht, mevrouw. Juffrouw, ik ben echt misselijk, ben moe, ik heb veel hoofdpijn. Wat kan opvrolijk is nog een snoepje van Arshaf. Juffrouw, ik ook een snoepje, ik ook een snoepje. Ik ook! Ik heb er nu bij me, maar ik zal het aan mijn vader vragen. Pa, mag ik nog mijn snoepje? De kinderen vragen steeds om. Hé, maar dan moet ze wel betalen, hè. Want ik ben gisteren in de klas dat ik zomaar snoep uitdeel. Alsjeblieft, heb je nog een snoepje? Ja, dat is de nummer. Dank je wel. Waar heb je nog meer snoepjes? Je kinderen willen nog meer. Wow, deze kinderen in school zijn gek. Ik krijg hoofdpijn van hen, hè. Deze keer moeten ze wel eieren of zo geven. Vorige keer heb ik ook snoep uitgegeven. Dat was niet zo leuk. Dus deze keer wil ik echt dat ze... tablet, iPhone, kies maar uit. Dus maar dat ik iets krijg. Oké. Pak alsjeblieft een snoep, alsjeblieft. Ik vind hem echt lekker, alsjeblieft. Mag ik alsjeblieft een snoepje? Alsjeblieft een snoepje. Ik vind hem echt niet lekker. Mag ik alsjeblieft? Oké, geef je iPhone dan maar. Heb je snoepjes? Nee, ik heb geen snoepjes. Je liegt, ja, dat heb je wel. Nee, ik heb het echt. Je hebt het wel. Ik heb het echt niet. Je hebt het wel, niet liegen.
Arshaf. Juf, je moet me helpen. Ik moest snoepjes verkopen voor mijn vader en nu zijn de kinderen helemaal gek geworden. Ze lijken wel zombies. Ik denk dat ik al weet wat er aan de hand is. Ik ga de politie bellen. Opstaan, dit is de politie. We willen deze huis onderzoeken met drugs. Drugs? Wat is drugs nou weer? Ik meen, wat is drugs? Ik weet echt niet wat drugs is. Je weet best wel wat we doen, meneer. Kom, ik wil hier even om... Fouilleren. Ik zoek de kasten. Okay, hou hem goed bij je. Wat is dit? Ja. Wat is dit? Dat is gewoon normaal.